dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, in een precaire situatie verkeert, is alom bekend. Gelukkig zijn er binnen en buiten Suriname particulieren en organisaties die het ziekenhuis en dus de Surinaamse gemeenschap een warm hart toedragen. Dit schrijft het AZP in haar nieuwsbrief getiteld AZP Flash. De afgelopen 2 maanden heeft het ziekenhuis namelijk van verschillende donoren giften ontvangen. Zo heeft Sri Shiva Mandir baddoeken, handzeep en schoonmaakmiddelen geschonken aan de Intensive Care Unit. CIC heeft schoonmaakmiddelen geschonken ter waarde van 53.000 SRD. De stichtingen Suriname Sterk en Liefde Overwint hebben medische verbruiksartikelen geschonken, evenals Saftreed en Kersten Healthcare. Courtyard Marriott Hotel schonk linnengoed en ook NV Dam deed een donatie. Het AZP is heel blij met de donaties, want zegt ze, alle beetjes helpen. Zij brengt daarom namens de totale Surinaamse gemeenschap dank uit aan alle donateurs.